Gaat de hele zomer in Calgary wonen. Oh, en dan Hoppartij. Dat is een Nederlander. Dat leek me... Groeneveld. Groeneveld gevallen. Groeneveld de nummer 2 in het klassement. Goed kijken. Glijdt gewoon weg. Hij is klaar. Hij is klaar. Dan zijn die jongens van band nog met z'n tweeën. Stoetegaard zit in een ideale positie. Achter Swinks. Achter Swinks, ja. Doet zijn bril nog even recht. De bel heeft geluid. Swinks zet aan. Stoetegaard komt. Hij binnendoor. Daar zijn de Koreanen. Ja, die komen eraan. Buitenom. Ja, dan moeten ze toch weer meer meters maken. Dat gebeurde bij die vrouwen ook en het lukte niet. Ze kunnen er niet langs, toch? Dan Swinks er nog langs. Swinks. 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 Man, wat daar weer Swinks finish. Wint zijn tweede wedstrijd op één dag. Rondje 25-5 en de Koreaan van veraf reed een rondje onder de 25 seconden. Ja, maar kwam van te ver. Swinks wint twee wedstrijden, twee vliegen in één klap. De 1500 meter steekt hij in de zak en hier buitenom. Er wordt eigenlijk niet naar hem gekeken. Het zijn de Koreanen en de Nederlanders, maar ze zitten erin in de val. De finish nog van Stoetega schaats naar voren, maar het is te laat. Swinks steekt het vingertje omhoog. De Belg wint weer. Swinks wint de wedstrijd, maar Stoetega heeft net genoeg punten gehaald om het World Cup klassement naar zijn hand te zetten.